Nou, ik was wel zenuwachtig, want ik wist nog niet hoe de school werkte. Toen ging ik allemaal dingen doen en toen begon ik het te kennen. Ik vond Josh wel een leuke jongen omdat hij heel veel grapjes maakt. En ik vind het ook wel erg lachen omdat hij elke keer zo hoog in de touw kan klimmen. Mareno was echt niet meer gelukkig op de school waar hij zat. En toen zijn wij ons gaan oriënteren in de wijk naar speciaal onderwijs. En toen kwamen we de Bellen van Zuilen tegen. Voordat Mareno bij de Bellen van Zuilen ging, hebben wij diverse gesprekken gehad. Ook met het samenwerkingsverband. En die gaf aan dat de Bellen van Zuilen een perfecte plek voor Mareno zou zijn. Ik kan me echt voorstellen dat ouders het heel erg spannend vinden als hun kind naar speciaal basisonderwijs moet. Maar hier wordt echt gekeken naar het talent van het kind. En Mareno komt echt tot zijn recht. Mareno zit hier nu een jaar op school en het gaat heel erg goed. Mareno is positief veranderd en wij hebben echt ons kind terug. Ik vind de leraar ook wel leuk, want af en toe maken ze wel grapjes en dan moet ik daarvan lachen. Op mijn oude school, ja, toen wist ik niet wat ik moest doen, maar hier begrijp ik het wel wat ik moet doen. Ik krijg hier wel een goed gevoel bij en een blij gevoel op deze school. Ja. Ik ben LJ en ik ben vanuit mijn stage op de PABO hier begonnen. En het beviel mij toen de tijd zo goed dat ik hier in dienst ben gekomen. Ik vind het speciaal basisonderwijs heel erg bij mij passen, omdat ik het mooi vind dat je hier de tijd hebt om aan te sluiten bij de onderwijsbehoeften van de kinderen. En dat je hier heel erg bezig mag zijn met eigen verantwoordelijkheid van de kinderen, dat de kinderen zelf keuzes leren maken en hoe zij zelf handelen, een stuk gedrag, maar ook hoe komen zij tot leren. En dat doen wij met regulier materiaal. En dat bieden wij aan de leerlingen aan in kleine stappen. En zo stomen we ze klaar voor de middelbare school en de maatschappij. Wij geloven dat ieder kind uniek is. We leren hen vertrouwen op hun eigen kunnen. Ieder kind is eigenaar van zijn eigen leerproces. Maar het is aan ons om hen die leeromgeving te bieden die zij nodig hebben. Dit is Marlies en ik ben Elma. Welkom op de Bellen van Zuilen. Heb je vragen? Bel of mail ons.